Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Cas en welkom bij De Greef. In deze video laat ik jullie de Kaba Safir 600 TDL zien. Het is een caravan met een breedte van 2,30 meter en 6 meter opbouw. Standaard hebben we aan de voorkant de rondzit, middenkeuken, twee enkele bedden en over de gehele breedte een badkamer met douchekabine. Aan de zijde van de deur vinden we het bedieningspaneel waar we de elektriciteit kunnen bedienen, de verlichting en de opties aan en uit kunnen zetten. En we zien boven de deur dat hier het bedieningspaneel van Alde aanwezig is, waarmee je de temperatuur in kunt stellen die gewenst is en je kunt hier de boiler mee aan en mee uitzetten. De deur is voorzien van een plissé vliegenhoor en we vinden hier ook de standaard ingebouwde televisiebeugel met de aansluiting voor televisie 12 volt met twee stopcontacten. Aan de voorzijde vinden we de rondzit. De kussens zijn ergonomisch gevormd en aan de achterkant van de kussens hebben we anti-slip, waardoor ze eigenlijk altijd op de juiste positie blijven zitten. We kunnen ook verder zien dat het meubeldecor is afgewerkt met twee scharnieren en twee gasveren met een automatische pushlock sluiting. Ook vinden we links en rechts twee ledspotjes waar een ingebouwde USB oplaadpunt in verwerkt is. Dat is ideaal voor de tablet of voor de telefoon. De tafel is gezien van een schaarhefstatief die je in hoogte zou kunnen verstellen en je kunt hem in elke gewenste positie neerzetten. Dan hebben we aan de voorkant bij het raam drie uitlaatpunten zitten. Hieronder zit radiator verwerkt en die zorgt voor een optimale verdeling in de rondzit. Alle ramen zijn voorzien van plissé vliegenhoor met verduistering. En we vinden aan deze kant vinden we ook het Kaba Smart Vent systeem. Er zit een klep in de vloer die je hiermee open en dicht kunt zetten voor een optimale ventilatie en een betere luchtverdeling. Onder deze bank kunnen we zien dat we hier de kachel hebben ingebouwd. Het is de Alde Compact 3030 kachel en hier voorin kunnen we ook zien dat de vaste friswatertank ingebouwd is. Aan de andere zijde daar vinden we de standaard ingebouwde accu die ervoor zorgt dat je ook de caravan kunt gebruiken op 12 volt zonder dat je aangesloten zit op walstroom. Hierboven vinden we nog de Pioneer radio en hier hebben we het keukenblok. Het is afgewerkt met een betonlook, evenals de afdekking van de spoelbak. We vinden een 3-pits gastoestel met een elektrische ontsteking erin. En we hebben hier ook nog een ingebouwde afzuigkap die je in twee standen kunt verstellen. Alle lades die zijn voorzien van softclose. Hier vinden we nog twee ingebouwde afvalemmers. En je kunt alle lades centraal vergrendelen door deze schuif om te zetten, zodat er geen lades opengaan tijdens het rijden. Aan de andere kant vinden we hier de grote koelkast van Dometic. Een leuk detail is dat je ze aan weerskanten kunt openen. En onder de koelkast hebben we nog een opbergkast. Evenals daarnaast, daar vinden we de legkast die je eventueel ook om kunt bouwen tot hangkast. Deze indeling is voorzien van twee gescheiden bedden. Alle bedden van Kaba zijn standaard uitgerust met een pocketveringsmatras met een extra topper. Het bedframe is gemaakt van aluminium, dus niet van hout. Het is veel sterker. En onder de bedden hebben we nog opbergruimte. Hier vinden we een doos met alle accessoires die standaard bij een nieuwe Kaba caravan worden geleverd. En we kunnen ook zien dat het is uitgerust met een dubbele bodem. Op het moment dat je spullen onder het bed hebt staan, staat het niet op de vloer, dus heb je toch altijd nog een optimale ventilatie. Aan de andere kant, daar vinden we nog opbergmogelijkheid. En hier kunnen we ook zien dat deze caravan het optionele vloertapijt heeft.
De bedden in deze caravan zijn uitgerust met een elektrisch verstelbaar hoofdeind. Het is ideaal voor het eventuele televisie kijken of eventueel een boek lezen. Dan vinden we hier ook weer spotjes met een USB-oplaadpunt. En de achterwanden is bekleed met een soort van Alcantara stof. Aan deze kant vinden we nog het ventilatieluikje die je open of dicht kunt zetten bij eventueel sneeuw of regen, zonder dat het naar binnen komt. En ook hier vinden we weer de schuif van het smart vent systeem om de klep in de vloer open en dicht te zetten. Dan heeft de 600 een hele grote badkamer aan de achterkant zitten over de volledige breedte van de caravan. Hier vinden we de douchecabine met een roede die je er eventueel uit kunt halen, maar ook in kunt plaatsen om eventueel wat spullen in op te hangen. En hier vinden we de Kabe droogkast. Hier onder deze lekbak is een radiator verwerkt die ervoor zorgt dat de warme lucht opstijgt. Dus alles wat je hier in deze kast hangt wordt ook automatisch weer droog. En we hebben hier ook nog de elektrische handdoekdroger. Ook is de badkamer af te sluiten middels een schuifdeur. Dus geen deur die de caravan inkomt, maar echt gewoon mooi netjes weggewerkt. Verder vinden we in het dak hier de Heki dakluik. Bij de keuken vinden we nog een Heki dakluik. En hier vinden we het grote panorama dakraam. En alle luiken zijn natuurlijk voorzien van vliegengaas en verduistering. Laten we aan de buitenkant even kijken. Aan de voorzijde vinden we de alcohol stabilisatorkoppeling. Voorzien van frictiecups die de caravan netjes en strak achter de auto houdt. En vinden we hier in de desselbak plaats voor twee gasflessen 5 of 10 kilo. En zien we de standaard ingebouwde lekkageindicator aanwezig die ondichtigheden in de leidingen op kan sporen. Verder zien we dat de gasleiding naar buiten is getrokken, waardoor we hier een buitenaansluiting hebben voor een externe gasverbruiker. Zonder dat je elke keer de gasflessen in en uit de desselbak hoeft te halen. Ook zien we dat de desselbak is afgewerkt met een ledstrip. Natuurlijk ideaal om in de avond wat spulletjes terug te vinden. De zijkant van de caravan is van een aluminium plaat. Voorzien van verzonken zijwanden of ramen van de Dometic. Die ook wat dikker zijn, wat zorgt voor minder koude bruggen. Hier hebben we de vuldop om de friswatertank te vullen. De uitlaat van de alderkachel. Het ventilatieluikje. En hier hebben we een serviceluik waarmee we onder het bed kunnen komen. Ook zien we dat de achterwand is afgewerkt met een kunststof. De aluminiumplaat loopt achter de wand door, wat zorgt voor minder koude bruggen. En eigenlijk is dit mooi, maar is alleen optisch. Ook zien we dat de verkeersverlichting is uitgevoerd in LED. En dat het derde remlicht de letters Kabe bevat. Aan de zijkant vinden we hier het luikje van het cassettetoilet. Hier kun je gemakkelijk erin en eruit schuiven. En ook heb je hier aan de voorkant nog extra opbergmogelijkheid. Deze caravan is voorzien van het designpakket. Dus daar hebben we ook de 17 inch lichtmetalen velgen. En een mooie ledstrip aan de buitenkant voor wat sfeerverlichting. Hier vinden wij de uitrekbare, verwarmbare skiladen. Hier kunnen we zien dat de radiator aan de bovenkant en over de hele breedte van de caravan doorloopt. Dus alles wat je in deze skilade doet, wordt ook automatisch weer droog. Naast de skilade bevindt zich de elektrobox. Hier vinden we de aansluiting voor de walstroom. 220 volt, 12 volt. In- en uitvoer van eventueel schotelantenne. Ook is deze afsluitbaar, kunt hem op slot doen, zodat ze de stroomkabel niet mee kunnen nemen. Bij het designpakket van deze caravan krijgen we ook een raampje in de deur. Ook weer met verduistering. Wat het compleet afmaakt. Mocht je nou meer willen weten over deze Saphir 600 TDL of een van onze andere modellen, kom dan langs in onze showroom in Grave of kijk even op www.degreef.nl.